opstelling als in die vorige wedstrijd. Het spektakelstuk tegen Ivoorkust. Het werd 3-2 voor Algerije met, u weet het waarschijnlijk nog, die doelpunten in de slotfase van Bouguera en Bouazza. Zij scoorden voor de ploeg van Rabah Saadan, de Algerijnse bondscoach. Een stugge ploeg. Ze zijn erbij. Komende zomer op het wereldkampioenschap voetbal. En Egypte gaat niet naar dat wereldkampioenschap. Maar de Afrika Cup moet een mooie troostprijs zijn. Ahmed Hassan, de aanvoerder van Egypte. Hij vervulde een hoofdrol in de vorige wedstrijd. Dat was de kwartfinale tegen Kameroen. 3-1 werd het. Scoorde een eigen goal. Vervolgens daarna de gelijkmaker. Uiteindelijk dus een 3-1 overwinning voor Egypte tegen Kameroen. Dit is de tactische opstelling van de Egyptische ploeg. Het weer gaat spelen met twee aanvallers. Mohamed Zidane en Moteyep, speler van Al Ahly. Zidane speelt voor Borussia Dortmund. De Egyptenaren zijn veelal actief in eigen land, in de eigen competitie, bij grote clubs. Egypte herbergt de beste club van Afrika, dat is Al Ahly. Dit zijn de wisselspelers. Geen verrassingen dus in de opstellingen van deze twee ploegen. Het is een spannende avond voor deze Hassan Shehata en zijn collega Rabah Saadan in deze beladen ontmoeting tussen de twee landen. De derde wedstrijd dus in iets meer dan twee maanden tijd voor deze twee landen. De laatste ontmoeting, dat was de play-off wedstrijd om een plaats op het wereldkampioenschap voetbal in Soedan op neutraal terrein. Werd gewonnen door Algerije 1-0. En die wedstrijd gespeeld worden omdat daarvoor in Cairo Egypte met 2-0 wist te winnen. En toen stonden in de pool beide ploegen precies gelijk wat het aantal punten en het doelsaldo betrof. En dus moest er een play-off aan te pas komen. Dat verhaal is bekend. Afgelopen dagen natuurlijk weer opgerakeld. Het ligt immers nog kerstvers in het geheugen. Terwijl we kijken naar Moteyep, speler van Egypte. Egypte een hele ervaren ploeg met ervaren verdedigers. En onder meer dus die Ahmed Hassan, inmiddels 35 jaar. De avond is inmiddels gevallen. In Benguela vanmiddag was het 31 graden Celsius. De temperatuur gaat dalen richting 24 graden Celsius. In Angola dus, de voormalige Portugese kolonie waar voor het eerst de Afrika Cup wordt georganiseerd. Dit is Goma, goede verdediger van Egypte, terwijl nu de bal rolt voor deze halve finale in de Afrika Cup 2010. 17 wedstrijden dus, Egypte ongeslagen op rij in de Afrika Cup. En Algerije, dat land had een hele slechte start. Het verloor met 3-0 van Malawi. Daarna werd er met 1-0 gewonnen van Mali. Alicia maakte die goal. En de derde wedstrijd tegen Angola werd er niet gescoord. 0-0. En dus ging Algerije met één doelpunt, één gescoord doelpunt in de groepsfase door vanwege onderling resultaat. Egypte maakte een goede indruk het hele toernooi. Deed dat ook in de kwartfinale. Tegen Kameroen met 3-1 winnen. Eerst goed. Dit is de eerste verdedigende actie. Scheidsrechter overigens uit Benin. Koffi Kodia is zijn naam. Belhadj, speler van Portsmouth, is heel sterk. Een beladen wedstrijd. En dat is een understatement. Het gaat om de eer van Egypte, zei Mohamed Zidane voorafgaand aan de wedstrijd. We willen deze wedstrijd winnen om te laten zien dat eigenlijk wij op het wereldkampioenschap voetbal horen te zijn. Maar de Egyptische voetbalbond suste dat daarna snel. Geen revenge,
geen wraak, maar een nieuw record. Dat is wat we willen. Geschiedenis schrijven in de Afrika Cup. En dat kan Egypte dus doen door deze wedstrijd te winnen. Vrije trap. De dode spelmomenten zijn een goed wapen van Algerije. Dat één keer de Afrika Cup wist te winnen, dat was in 1990 in eigen land. De finale tegen Nigeria. 10 jaar eerder in 1980 stond Algerije ook in de finale, maar toen werd er verloren van Nigeria. Derde minuut van het duel. El Hadari in de goal, daar is de vrije trap. Maar daar heeft de keeper van Ismailia niets van te duchten. Mengi was dat met de vrije trap, speler van Lazio Roma. Al-Mohammadi, de rechtsachter. En dit was Wael Goma, 34 jaar. Veel dertigers in de Egyptische ploeg. Het is niet ondenkbaar dat er spelers afscheid gaan nemen de komende tijd. Maar het is een hecht collectief. Dat wordt gevormd met coach Hassan Shehata. Die is al sinds 2004 de bondscoach. En kent bovendien veel van die spelers in deze ploeg. Al van de periode daarvoor uit de leeftijdscategorie onder 20. Goede onderschepping, maar van korte duur. Mansouri zat daar even tussen. En daar is hij opnieuw. Egypte jaagt met Ahmed Fatih. Speler van Al Ahly. Die ooit bij Sheffield United speelde. Bij Sheffield dus in Engeland. Maar de meeste spelers spelen dus in Egypte. Sterke competitie. Dit is een goede paas. Al-Mohammadi is goed doorgelopen. Daar is de voorzet, maar die is te scherp. En dus kan Bouguera, de speler van de Rangers uit Schotland, die bal rustig laten lopen. Beide coaches hoefden dus niet in te grijpen wat betreft wijzigingen in de opstelling. Bij Algerije waren twee twijfelgevallen. Ziani, die miste een training. En Chaouchi raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Ivoorkust. Maar is ook weer op tijd opgelapt voor deze belangrijke wedstrijd tegen Egypte. Belhadj. Ziani. Kiest voor het centrum, maar dat is in dit geval een hele goede keuze. En dan kijkt Yahia om zich heen. De verdediger die dus Algerije naar het wereldkampioenschap schoot. In die wedstrijd in Soedan, waar 15.000 politieagenten de boel moesten beveiligen na eerdere ongeregeldheden in Cairo. Toen de spelersbus van Algerije werd bekogeld en zelfs 3 internationals naar het ziekenhuis moesten. Ahmed Hassan. Fatih. Goede combinatie met eventjes Hani Said die daaraan zat. Voorzet en dan is dit het eerste gevaar voor het doel met Mohamed Zidane. Hij was wat ongelukkig Zidane in de laatste wedstrijd in de kwartfinale. Want toen kreeg de speler van Borussia Dortmund toch aardig wat mogelijkheden. Maar er werd niet gescoord. El Mohammadi